Lagotto Romagnolo. En dat is? Een Italiaans waterhondje. Oh, oké. Okay. Ja, vrienden van ons hebben een Spaanse waterhond. Ja, dus familie. Vandaar dat ik al iets herkende. Ja. Maar nou, dit is de Italiaantje, daar zoeken ze nou truffels mee. Oh, ja. Dus, dat is de moeder, hè? Kijk. Ja, en die, ik wil zeggen, die wil de puppy heel graag terug. Ja, nee hoor, het is een waterrat. Die zwemt zo oh, over naar die... Oh, ja, nee, dat doen we niet. Nee. Het zit ook in de naam, hè? Het is allemaal heel schattig. Ja. Het ziet er als een licht gekleurde, hè? Ja, leuk, hè? Ja, dat is leuk. Ja. Wel leuk dat jullie dat zwemmen met de puppy. Is wel heel goed. Ja, nou, ze hebben net als een Spaanse waterhond een beetje die terughoudendheid. Ja, dan moeten ze naar dus wel ze moeten gesocialiseerd ja. worden. Maar volgens mij is dit ook een van de weinige dierentuinen waar het mag een hond mee. Ik dacht dat het in Artis ook mocht. Oké, okay. Oh, dat zou misschien best kunnen, ja. Of Artis en, hoe heet het, Irene. Nee, daar mag het oude niet. Hand. Want daar wilden vrienden van ons met de Spaanse waterhond toe. Oh. En dat mocht niet. Vroeger wel. Nee, ja. Zo. Kijk, ik voor het eerst aan het riempje. Oh, schattig. En ook gewoon piepen net. Ja, dat is natuurlijk, nou, die slapen dat wel lekker vanavond, hoor. Ja, oh ja. Maar ze hebben een hoop energie, hoor. Dan denk je ook, ja, die gaan hij is 6 maanden, dus dat... Oh, ook nog jong. Ja, hij is heel groot, maar hij is 6 maanden, dus hij heeft ook genoeg energie. Hij ziet ook overal alles en... Hij is wel leuk. Ja, nou, wat het is weet ik niet, maar hij is heel leuk. Hij is leuk, leuk gestroomd ook, leuke kleur. Nou, succes ermee, fijne dag. Ja, jullie ook fijne dag, hè. Dag. Doei. Ga maar, hoor. Ga maar. Loop maar door. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is niks.